Welkom bij het nieuws van Viskit. Jerkbaitvis is hartstikke leuk. En je vangt ook lekker veel. Het is jammer genoeg wel duur, zoals de hengel en de jerkbait. Daarom laten we je drie jerkbaits zien onder de 10 euro. De King of Jerk van Cormoran, onder de 10 euro. Hij is klein en heeft een natuurlijke en opvallende kleur. Weet je wat het fijne is aan een natuurlijke kleur? Dat de snoek niet denkt van, ach wat, zo'n vis bestaat helemaal niet. Want nu denkt hij gewoon dat hij daar zwemt al de hele tijd. En omdat het een natuurlijke kleur is, denkt hij ook van, wow. Viskit 2 gaat dus nu laten zien hoe je hem moet vissen. Viskit 2, kom er maar in hoor. Ja, bedankt Viskit 1. Ik ga je dus nu laten zien hoe je de King of Jerk moet vissen. Gooi het in. En je tikt met, je haalt snel op en tikt eigenlijk ook met kleine, snelle tikjes. Als je hem snel tikt, dan schiet hij ook heel snel heen en weer door het water. Hé, hey, Viskit 2. Klopt het dat hij niet zo diep gaat? Ja, Viskit 1. Je ziet ook dat hij ondiep gaat, dus dat is wel een mooi ding voor in de polder. Echt een aanrader. Voor in de zomer in de polder. De volgende jerkbait is de Fathead Killer van Abu. Hij heeft een andere vorm dan al de andere jerkbaits. Zie je dat? Een soort spekjesvorm. Hij heeft ook niet zo'n grote ratel als de vorige jerkbait die we hadden laten zien. Hoor maar. We schakelen nu over naar Viskit 3. Die gaat jullie laten zien hoe je nu moet vissen. Hoi Viskit 3. Viskit 3. Hallo Viskit 3. Hallo. Zo te zien is er iets met de verbinding. Regie, wat moet ik doen? Oké, we schakelen nu over naar het volgende onderwerp. Hallo? Hallo? Oh, wacht! We hebben toch verbinding. Ah, Viskit 1, nu hoor ik je pas. Ja joh, we riepen je al een paar keer. Kun je de Fathead Killer van Abu even laten zien? Ja? Ja. Zal ik hem laten zien? Oké, is goed. Deze jerkbait moet je langzamer vissen dan die andere jerkbaits die Viskit 2 had laten zien. Deze tik je dus ook veel rustiger binnen. Dus handig voor als het koud is. Hey, Viskit 3. Kan je zo'n donkere jerkbait eigenlijk wel zien als visser in het water? Voor de visser kan je deze jerkbait heel goed zien. Omdat er een rood staartje aan zit, kan je mooi zicht houden over je donkere jerkbait. Heb je alweer veel gevangen op deze jerkbait? Nou, Viskit 1. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze nog niet zo lang heb. Dus ik heb er nog niet zoveel ervaring mee. Maar ik vind het in ieder geval een hele mooie jerkbait. Jerkbaits kan je in alle kleuren kopen. En dat geldt ook voor de wrapper. Deze, dat is een paars kleur. Dat is het lievelingsmaaltje van de snoek. Deze is een snoekkleur.
Want snoeken zijn ook kannibalen. En deze is zwart. Handig voor in helder water, want dan kunnen de snoeken hem goed zien. We schakelen nu over naar Fisket 4. Die gaat jullie de rapper laten zien. Fisket 4, hoor je mij? Ja, Fisket 1. Ja, ik hoor je. Luid en duidelijk. Ja, wil je ons de rapper laten zien? Ja, oké. Ik ga hem wel even laten zien, oké? Ja. Nou, Fisket 1 zei het al. We gaan met de rapper vissen. Dit is de zinkende. En het is hier echt super ondiep. Daarom doe ik de drijvende eraan. Deze blijft drijven. En hij gaat pas naar beneden als je hem gaat binnen tikken. Deze moet je echt heel hard mappen. Met vergelijking van die vorige is het echt een heel verschil. Deze moet je af en toe ook even stil laten hangen in het water. Het is wel een hele andere manier van vissen, zie ik, Fisket 4. Deze is in het begin moeilijker te vissen dan die andere twee. Dus je moet er in het begin even iets langer mee oefenen. En dan nog zul je merken dat hij af en toe een beetje raar gaat. Dat vindt de snoek ook wel interessant als hij zo raar door het water gaat. Nou, Fisket 1. Ik hoop dat we je hebben laten zien hoe je de rapper moet vissen. Voor ons is het in ieder geval een toppertje. Fisket 4, dank u wel. Tot zover het Fisket nieuws. En ik wens jullie strakke lijnen. Ik heb eigenlijk ook wel zin om te gaan vissen, dus ik ga het nu wel doen.